Hier gebeurde het gisteren allemaal, de 500 meter. Het is nu helemaal rustig, maar hier zat Ronald Mulder. Voor de wedstrijd te huilen en na de wedstrijd ook. Van vreugde. Terwijl daar, aan de andere kant, zat zijn broer, Michel. Die zat hier. Ook in tranen. Geen Olympische Spelen. Hij mag zijn Olympische titel niet verdedigen. En daar, hier, zat Daida in een tap. Zo, hoe kan het? Hoe kan het? Twee valse starts op het Olympisch kwalificatietoernooi. Geen Olympische Spelen. Jan Smeekers, die dacht van, ik zit erbij als derde man. De hakken oversloot. Ik ben regerend wereldkampioen 500 meter op de baan waar dit jaar de Olympische Spelen worden gehouden. En ik mag mee. Ik mag een gooi naar de titel doen. Hebben we dan nog iemand vergeten? Oh ja, hier zat Kai voorbij. Die zat zo. Die voelde hier al wel. Wel geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar die Lies. Die heeft zoveel risico's genomen. Na 40 meter dacht hij van, ik stop mee, ik kan niet meer. Maar dit is het OKT, nu moet ik doorrijden. En dan rijdt hij 34,81. Met een gescheurde lies. Deze spanning was gisteren krankzinnig, die 500 meter. Hij rijdt geen 1000 meter meer. Daiden en Tap moet 4 jaar wachten. Michel Mulder mag zijn Olympische titel niet verdedigen. En zijn broer, zijn tweelingbroer, kan iets unieks gaan doen op de Olympische Spelen. Die kan ervoor zorgen dat twee identieke tweelingen op 2 verschillende Olympische Spelen allebei Olympisch goud halen op dezelfde afstand. Wat een thriller.